Goedemiddag, een zeer hartelijk welkom vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Natuurlijk de hele dag het kloppend hart van de actiedag Nederland helpt Sint Maarten. De hele dag wordt daar live verslag van gedaan bij de NPO en natuurlijk ook bij alle commerciële omroepen. En het begon al vroeg vanochtend. Het belpanel zit al klaar de hele ochtend voor iedereen die telefonisch wil doneren. 0800 1130 is het nummer. Begon om 6 uur. De actie loopt al een aantal dagen en er was dan ook aan het begin van de dag al meer dan 5 miljoen binnen. Ja, ik sta hier naast het prachtige zeiltje met knop. Zometeen gaan we de volgende tussenstand horen van de donaties op Giro 5125. Heel Nederland is in actie gekomen voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Beeld en geluid, daar gaat het bellen door. Er zijn ook acties. Er is wat te doen voor de bezoekers die hier langskomen. Er is ook muziek zo nu en dan op het podium. Zo stond hier net Orange Grove. En dat is een bijzondere band met leden die geboren en grotendeels getogen zijn op Sint Maarten. En ze gaan ze ook helpen met het bekendmaken van de tussenstand. En ze kwamen hier natuurlijk ook spelen. I just wanna bite your thighs. We rock you steady so we don't capsize. We grow old and wise, we buy family size. Girl, it's plain to see, it's where I've aimed to be. Ooh, girl, just don't be playing with me. Just wanna take you with me. There you ain't been already. White daisies on your belly, your sweet aroma. I just wanna take you. You ain't been already. This be once on your belly, don't you know. Ja, dat was het optreden zojuist van Orange Grove. Michael en Jacob die zijn hier. Met het publiek moeten we toch eventjes zeggen van de basisschool Sint Maarten. En die staan ook te popelen om uiteindelijk de tussenstand van dit moment te horen. Daar staat nog het oude getal van vanochtend vroeg. Zometeen gaan jullie op de knop drukken. Eerst jullie, want ik zei het al, geboren en getogen op Sint Maarten voor het grote deel. Dus daar wonen heel veel familieleden en vrienden nog. Hoe gaat het ermee? Ja, tot nu toe hebben we van heel veel mensen gehoord dat het wel oké gaat met ze. Maar uiteraard heel veel schade aan huizen en dat soort dingen. En heel veel mensen ook. Hetzelfde wat er vermeld wordt is dat ze alles kwijt zijn. Of heel veel. Hoe is het om hier te zitten eigenlijk? Als je heel veel daar bent natuurlijk, daar ook opgegroeid bent. Al die vrienden en familie die daar zijn en dan ben je hier veilig. Wat bekruipt je dan? Het is moeilijk. Ik wil nog steeds terug. Maar we zijn ook bezig met een benefietconcert. Dat gaat volgende maand 12 oktober plaatsvinden in Rotterdam, in de Annabel. En we zijn heel hard daarmee bezig. Ook heel veel werk. En wij doen alles wat wij kunnen vanuit Nederland. Dus het voelt ook alsof het misschien verstandiger is om alles hier te doen wat wij kunnen. Hier kun je nog iets. Hier kunnen we nog iets heel veel doen voor het eiland. Maar ja, mijn hart zit daar ook. Dus het is moeilijk, want ik denk dat we beide willen. Ik wil graag daar naartoe. Misschien na het concert. Ik wil het ook meemaken. Ik wil het ook zien. En ik wil ook met mijn vrienden en mijn familie zijn. En hun helpen. Helpen met de wederopbouw. Ja, toch. De eerste opluchting is er dan, dat het goed gaat met familie en vrienden. Maar dan realiseer je eigenlijk, en dan zie je de beelden. Die kwamen natuurlijk een aantal dagen niet eens binnen. Dat vroegen we ons allemaal af, hoe is het daar nu? Dan zie je die beelden, ja. Ja, het is iets wat wij. En dat zijn dan straten en plekken die je allemaal kent. Ja, absoluut. We kennen het hele eiland. En we hebben zoiets al eerder meegemaakt. Het is wel niet zo heftig, maar hetzelfde gevoel, we kennen het. Maar dit zag er natuurlijk veel erger uit. En dan maak je gewoon zorgen. Het is gewoon heftig. En het gaat nog wel even duren voordat dat weer allemaal hersteld is. Wat misschien gaat helpen is een behoorlijk bedrag dat opgehaald wordt vandaag natuurlijk met deze actie. Dit zeiltje staat er niet voor niks, want aan jullie de eer om bekend te maken wat er tot nu toe binnen is gekomen op Giro 5125. Wie gaat het van jullie doen of gaan jullie samen doen? Heb je daar iets voor bedacht? Oké, ik zou zeggen, ik vraag aan basisschool Sint Maarten om alvast klaar te staan. En een klein applausje voor het bedrag tot nu toe binnengehaald. Voor Nederland helpt Sint Maarten. Ga je gang. Kijk, en de getallen worden langzaam maar zeker duidelijk. En het is op dit moment 6.125.273 euro.
Dat is de tussenstand van Giro 5125 op dit moment. Maar goed, we zijn nog maar net begonnen. De dag gaat nog lang door. Vanavond is er nog een grote show. Dus blijf bellen en blijf doneren. Heren, dankjewel. Dit is bemoedigend, hè? Kunnen we wel zeggen. Dankjewel voor het drukken op de knop en het spelen natuurlijk. We gaan even terug naar Sint Maarten. Want wat hier voetbal is, is honkbal in het Caribisch deel van Nederland. Het nationale team bestaat voor het overgrote deel uit spelers van die eilanden. Honkballers dus. Ook van Sint Maarten. En je mag dan niet het Nederlands team zeggen, maar nationaal team dus. Belangrijk verschil. Dudley Leonara is een van onze honkbalsterren. Hij woont nu hier. Ja, zijn ouders wonen nog op Sint Maarten.